Hi iedereen, zijn weer een paar nieuwe Essence & Catrice producten uitgebracht. En het leek me leuk om weer op video deze live met jullie te testen, reviewen, swatchen en er ook een look van te maken. We hebben een tijdje geleden ook al zo'n soort video opgenomen. Dat heb ik samen met Tara opgenomen. Die kan je in het i'tje hier vinden als je die hebt gemist. Tara is er nu ook bij, die staat achter de camera en ze helpt mij met het filmen van deze video. Dus ze is er ook. En met deze product heb ik ook gelijk deze look gemaakt. Dus wil je weten hoe je deze na kan maken en welke producten ik hiervoor heb gebruikt, kijk dan vooral verder. Nou, ik heb al een dagcreme aangebracht, dus ik ga gewoon gelijk verder met de foundation. En ik gebruik deze, dus de 24 Made to Stay Makeup in de kleur 010 Nude Beige. En hij zou waterproof moeten zijn. Ik heb deze nog niet eerder geprobeerd en ik hoop ook echt dat een beetje een goede kleur is voor mij. Ik gebruik daarvoor deze kwast. Het is gewoon een hele platte kwast. En soms gebruik ik een beauty blender. Dus het verschilt een beetje. Dus ik breng even een beetje aan. En zoals je ziet heb ik best wel rode wangen. Dus ik moet het daar echt goed aanbrengen. Het is niet per se een foundation die echt zeg maar heel geschikt is voor hele droge huidjes. Want ik zie het best wel goed zitten eigenlijk. Ik hou er wel van als die foundation een beetje dewy is of een beetje wat vettiger. Maar op zich is de kleur wel heel erg mooi en hij dekt ook wel redelijk goed, denk ik. Ik heb het gevoel dat mijn wangen nog wel een beetje rood zijn en onder mijn ogen is het nog een beetje donker. Dus ik breng nog even een heel klein beetje aan. Wat ik wel fijn vind is dat hij best wel dun is. Maar verder weet ik niet zeker of deze foundation echt goed voor mij is. Je ziet hem echt heel erg zitten. Ja, ik vind hem... Oh, ik vind het echt niet mooi. Het is echt vreselijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het ziet er echt... Nee, oké. Okay. Deze formule is niet echt wat voor mij. Hij is mattifying en perfect coverage. Ja, de coverage is wel... Klopt wel. En mattifying ook. Maar in mijn geval is dat gewoon niet zo heel erg goed. Heb je zeg maar een hele vette huid, dan is deze misschien wel wat beter. Maar in dit geval... Je ziet hem echt heel erg zitten, gewoon overal op mijn neus. Maar goed, weten we dat natuurlijk ook weer. Verder is wel mijn hele gezicht nu redelijk bedekt. En wat egaler van kleur, dus we gaan gewoon verder alsof het helemaal perfect is. Nou, ik merk dat ik toch nog echt wel die donkere kringen onder mijn ogen heb. Dus ik gebruik daar even mijn eigen concealer van. Deze is van Clinique. Want die vind ik gewoon echt heel erg goed. En hij is net wat, wat voller ook eigenlijk van, hoe zeg dat, product. Ingrediënten, dus die doe ik nog heel eventjes onder mijn ogen. En wat ik over heb, dat doe ik altijd gewoon een beetje zo hier over mijn oogleden. Want daar zie je dat die aderen zo lopen. Ik ga nu verder. Eigenlijk ga ik nu altijd door met mijn wenkbrauwen. Want als ik gewoon mijn wenkbrauwen niet gedaan heb, heb ik het gevoel alsof ik echt nooit tevreden ben met wat ik überhaupt op mijn gezicht smeer. En ook voor mijn wenkbrauwen gebruik ik nu even een product dat niet van Essence of Catrice is. Dus dat mag je dan eventjes, eventjes een beetje vals spelen. Ik gebruik er twee kleuren voor van Maybelline. De Brow Satin is dat. En ik heb in de kleur Dark Brown en eentje in de kleur Medium Brown. Nou, de wenkbrauwen zitten erop, dus ik ga verder met de oogschaduw. Dit is een nieuw paletje. Dit is het Catrice The Precious Copper Collection Eyeshadow Palette. Super mooie kleurtjes, een hele mooie selectie aan lichtere en donkere kleuren. En bovenal gewoon wel heel erg nude-achtige koper kleurtjes. Er zitten geen matte kleurtjes bij, maar dat vind ik op zich ook niet heel erg. Nou, ik ga eerst eventjes alle kleuren swatches. Ik begin hier met de lichtste, er staat ook echt op light. Ja, die is best wel goed eigenlijk gepigmenteerd. Hij is natuurlijk heel licht, dus ik weet niet zeker hoe goed hij echt bij jullie overkomt. Maar hij ziet er heel mooi uit, met een koele glans. Die is ook super mooi, een beetje peachy kleur. Oeh, die is heel goed, deze. Deze kleur die wil ik zo meteen op mijn oog gaan doen. Die ziet er echt super mooi uit. Wow, dit is echt een knaller. Dit is echt gewoon copper rose gold. Oeh. Deze zijn echt knallend. Wauw. Wauw, die is echt best wel een beetje smoky. Volgende kleur. Wauw. Die is ook goed. Die lijkt wat matter ergens, maar ook weer niet. Die heeft een wat... Deze heeft weer een koelere glans en deze heeft weer een wat goudere, warmere glans. Dus dat is wel heel bijzonder. Het is ook wel fijn om dan die variatie te kunnen hebben. Deze laatste. Of ene laatste eigenlijk. Is ook heel mooi. Die heeft een soort van taupe-achtig kleurtje. En dan de achterste, dat is de sculpt kleur, die is het allerdonkerst. Die is van qua pigment net iets minder goed, vind ik. Dan die andere twee. En hij is ook wat meer mat.
Maar het is wel echt een hele mooie selectie aan kleuren in ieder geval. Het pigment is echt dik in orde. Het ziet er echt super mooi uit. En dit zijn gewoon swatches met maar één veeg. Ik ben heel erg benieuwd hoe het er zo op de oogleden uitziet. Maar zo op het eerste gezicht is de kwaliteit echt top. En zijn ze een beetje creamy ergens, maar ook heel erg zacht. Ik denk dat we een beetje voor een warme kleur gaan. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi staan. En ik kies voor deze. Kleur is echt mega intens. Wow. Ik heb hem echt maar heel eventjes gewoon over het palet gehaald. En hij is echt heel goed. Hele mooie gouden glans zit erin. En heel zacht ook. Ik breng hem ook gelijk een beetje aan de onderkant aan. Vind ik ook altijd wel leuk. Oké, dus ik heb over het hele ooglid deze kleur gedaan. Dus pak even een ander kwastje erbij. En dan pak ik even eerst de kleurtje. En die doe ik wat meer in de ooghoekjes. Hij is zeg maar wel subtiel vanwege de kleur, maar hij is wel ook echt heel erg mooi. Pak even dit korte kwastje erbij. Die ga ik gebruiken voor onder mijn ogen. Ik vind het altijd wel heel erg mooi om daar een wat donkere kleur te gebruiken. Dus ik pak de twee achterste kleuren en die combineer ik even. En die breng ik dan onderaan. Ze zijn wel warmer dan ik had verwacht. Ik wil even iets meer van de... Pak even een beetje van die sculpt kleur erbij. Ook een beetje aan de bovenkant nog aanbrengen. Wauw, maar deze kleuren jongens zijn echt super mooi. Heel goed pigment, vooral ook heel erg zacht. Oké, dus deze heb ik gebruikt voor de ooglook en ik vind hem echt super fijn. Dus wat dat betreft vind ik dit echt een topper. Gaan we nu verder met eyeliner. Yes. Nou, zoals jullie weten heb ik een tijdje niet echt eyeliner gebruikt. Maar we gaan het deze keer wel doen, want het leek me heel erg fijn om deze uit te proberen. Deze is van Essence, is de Eyeliner Pen Extra Long Lasting. En die heeft gewoon zo'n filter puntje. Alright, dus ik ga hem eerst eventjes swatchen hier op mijn hand. Oeh, wauw jongens. We doen wel eventjes een close-up hiervan in beeld. Maar hij ziet er echt gitzwart uit. Wat ik heel erg belangrijk vind. Oeh la la. Ik kan niet echt een heel dun streepje maken. Want ik probeer nu echt op het puntje. Oh, toch wel. Deze ziet er echt al heel erg goed uit. Het pigment is echt gewoon goed zwart. Ik zie geen... Weet je wel, van die halve kleurtjes, van die halve lijnen erin zitten. Nou, de eyeliner zit erop. Ik vond hem echt best wel goed werken. Het pigment was vooral heel erg top. En ik dacht, ik ga nog wel eventjes de veegtest doen. Dus hier heb ik nog die twee lijntjes van eerder. En dus even een droge vinger. Hij zou long lasting moeten zijn. Ik heb best wel geveegd, maar ik doe ook even een luchtvochtige vinger. Kijk wat er dan gebeurt. Ik bedoel, hij is niet waterproof namelijk. Maar ik vind het nog wel redelijk. Ik bedoel, je ziet hem nog wel best wel zitten. Het is niet zo van met één geveegd is hij meteen weg. Ik wil op zich wel geloven dat hij redelijk long lasting is. Want ook als ik nu met een make-up doekje eroverheen ga, dan veeg ik ook wel echt een zwarte bedoeling hier. Dus het is niet meteen dat het weg is. Dus ja, ik vind hem wel geslaagd. Nou, gaan we nu door met de mascara. En ik gebruik deze ervoor. Volgens mij is dit een nieuwe mascara. Hij ziet er ook super gaaf uit met echt zo'n soort van studded bovenkant. Dit is de mascara van Catrice. De Rock Couture Extreme Volume Mascara 24 Hours. Kijk hoe het borsteltje eruit ziet. Oh ja, dit is precies waar ik van hou. Het is echt een beetje wat vettere borstel. Maar met van die siliconen borstel haartjes. En wel heel erg kort. Het zijn echt de meest korte borstelhaartjes die ik ooit heb gezien. Ja, moet je kijken. Deze zijn echt heel kort. Alsof gewoon die haartjes zijn afgeknipt. Oké, maar ik ben heel erg benieuwd. Want ik hou wel echt van dit soort borsteltjes. Oké, ik gebruik wel eventjes een wimperkruller. Want dat doe ik altijd. Anders staan ze echt gewoon recht vooruit. Deze is van... Ik heb geen idee eigenlijk waar die van is. Maakt ook niet zo heel veel uit. Gewoon elke wimperkruller die gaat natuurlijk werken. En dan is nu tijd voor de mascara. Even kijken hoor. Ik hou er wel van als er flink wat product afkomt. Want ik ga niet hier 20 minuten mee zitten. Maar er komt goed product af. En mijn wimpers worden ook best wel goed gesepareerd. Ondanks dat die haartjes van deze borstel dus echt heel erg kort zijn. En ook trouwens niet over de hele borstel zijn verdeeld. Het zijn een soort van secties waar ze op zitten. Ondanks dat doet het wel echt heel goed zijn werk. Ik vind hem echt heel erg mooi. Nou, dit is het verschil. Uiteraard heeft dit oog de mascara. En hier heb ik alleen maar een heel mini likje mascara op gedaan. Maar ik vind het effect echt heel erg mooi. Nou, deze mascara dus. Ik heb hem nu beide ogen op. En ik ben echt heel erg verrast. Ik vind hem ook echt heel erg goed. Dus ja,
Dikke duim omhoog. Volgende product is een blush. Dit is de Blossom Dreams van Essence. En deze is in de kleur 01 Call Me Coral. Ziet eruit een hele mooie, best wel nude, warme-achtige kleur. Met een heel mooi bloempatroontje erin. Dus die ga ik gewoon even aanbrengen met deze kwast. Oeh, zitten volgens mij ook shimmers in deze blush. Had ik niet helemaal zien aankomen. Je ziet hem niet heel duidelijk zitten, maar ik zie gewoon wel een beetje een mooi gezond kleurtje. Maar niet echt heel duidelijk. Ik vind deze echt super mooi, want de kleur is wel heel erg mooi en neutraal. Maar ik zou het eigenlijk zeggen niet echt een blush noemen, omdat er echt wel heel veel shimmer in zit. Ik vind dat zelf helemaal niet erg, want ik hou er wel echt heel erg van. Maar je zou deze echt makkelijk kunnen gebruiken als een highlighter. We gaan nu verder naar het volgende product. En het volgende product is deze. Deze is ook van dezelfde collectie, de Blossom Dreams collectie. En dit is de Rainbow Highlighter. Nou, misschien weet je nog wel, volgens mij was het vorig jaar, was de Rainbow Highlighter helemaal in. En dan moest je echt met een kwast zo direct eroverheen. Dan had je ook als het goed is alle kleurtjes die je op de highlighter had, had je op je kwast zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze ook zo werkt. Maar ook, ja, in dit geval hebben we hier een blauwe en een paarse en een roze, groenige, achtige kleur in deze highlighter. Dus ik ben heel erg benieuwd of je dit echt terug gaat zien op de huid. En voor deze highlighter gebruik ik een speciale kwast. Ook uit de Essence collectie. En dat is deze. Dit is de 01 Whisper of Spring Highlighter en Blush Brush. Ziet echt super schattig uit met allemaal van die leuke bloemetjes. En hij voelt ook heel erg lekker en zacht. Nou, het kwastje is best wel breed. Dus die kan ik ook bijna wel over alle kleurtjes halen. Dus ik denk dat ik nu bijna elke kleur heb. Oeh, ik zie inderdaad paars en groen. Ik zie paars en groen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh ja, als ik zo doe, zie ik echt zo'n glansje. Oké, en nu ga ik aan de andere kant. Kunnen jullie het zien? Ik zie echt drie kleuren zo onder elkaar. Al meer kleuren pakt hij volgens mij niet op met deze kwast. Ik heb echt, ik moet hem heel eventjes. Oh my god. Oké, deze Rainbow Highlighter, hij doet echt heel goed zijn werk. De shimmer is echt heel erg aanwezig. Wat ook heel erg aanwezig is, is de kleur. Ik zie vooral echt de blauwe en de groene echt heel erg goed terug. En ik weet niet of je echt dagelijks over straat wil met echt een blauwe of een groene highlighter. Dus misschien kan je ze dan beter wat meer mengen. En dan bijvoorbeeld meer gaan voor die paarsige of de gouden of de oranje. Maar hij doet wel echt gewoon precies waar dit dus voor bedoeld is. Als een rainbow highlighter. Het kwastje is trouwens ook heel erg lekker zacht en fluffy. Is ook best wel compact. Dus als je echt houdt van een goede highlighter aanbrengen. Dan is deze ook echt heel erg fijn. En hij is gewoon heel erg cute door dat roze. Ja, door dat roze stukje aan de voorkant. En natuurlijk die leuke bloemetjes. Dus ja, allebei echt heel erg goed en werken zeker. Nou, zoals ik al zei, ben ik niet vies van een beetje highlighter. Dus ik heb hier nog een product liggen. Dit is de Catrice Liquid Luminizer Strobing Pen. En dat is een pen dus die zeg maar zo aan de onderkant naar boven moet gaan draaien. En dan komt volgens mij het product eruit. Want ik heb nog een beetje hier highlighter dat mist. Dus ik dacht, die kan ik hier aanbrengen. En dan ga ik hem ook even op wat andere plekjes aanbrengen. Even kijken wat we hier wel vinden. Where are you? Ja, daar komt hij. Wow. Ziet er heel erg golden uit. Alright, we gaan eerst eventjes een swatch doen op mijn hand. Oeh. De kleur is een hele mooie soort van goud, meat, bronze, copper. Dus dat vind ik wel echt super mooi eruit zien. Hij voelt ook nog best wel goed aan. Hij is niet super droog gelijk daarna, dus je kan hem ook echt nog mooi een beetje verdelen over je huid. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Ik ga van deze wang even een klein beetje highlighter afhalen. Zodat we straks beter kunnen zien hoe deze strobing pen zijn werk doet. Dus ik dep even een beetje. Zodat ik niet al die foundation ook weghaal. En dan heb ik hier de strobing pen. En ik ga denk ik gewoon even een streep zetten. En dan de rest even uitblenden met mijn vingers. Maar ik vind de kleur in ieder geval echt super mooi. Ik hou er wel van als het een beetje zo warm en koperig is. Maar hij blendt ook echt wel heel erg fijn. Want ik heb een best wel droge huid. En daar vind ik dit soort producten, vloeibare producten, wel heel erg mooi op. Maar hij is wel heel natuurlijk. Ik weet niet of je hem nog echt kan zien. Ik heb nu een hele lichte, warme shimmer.
En dan op deze echt een knallende rainbow highlighter. Dan heb ik ook een beetje boven mijn wenkbrauwbot aan. Of op mijn wenkbrauwbot. Ik zeg het steeds fout. Daar vind ik hem echt een stuk mooier hier staan. Hij blendt ook heel erg mooi met de oogschaduw die ik daarop heb. Op mijn... Ja, hier vind ik hem net iets te natuurlijk eigenlijk. Maar als je niet zo van highlight houdt, dan vind je dat misschien wel weer mooi. En ik pak nog eventjes wat extra en dat ga ik een beetje op mijn neus aanbrengen. Oké, dus deze Catrice Liquid Illuminizer Strobing Pen. Ik hou eigenlijk stiekem niet van dit soort applicaties, dus echt met zo'n kwastje. Maar ik vind hem toch wel heel erg mooi en handig in gebruik. Hij is net wat voller qua product. Dus ook omdat ik best wel een droge huid heb, vind ik zeg maar vloeibare producten heel erg fijn. En ik vind hem vooral op de lippen heel erg mooi staan en hier op het wenkbrauwbot. En als ik gewoon een dag heb dat ik wat minder highlight en glow wil, dan is hij ook heel erg mooi hier. Maar ja, ik vind deze ook echt weer een duim omhoog. Nou, dit was mijn first impression en gelijk een soort van dagelijkse make-up look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze producten op deze manier te testen en te swatchen. En om met jullie gelijk mijn mening te delen. Mijn favoriet van al deze producten, eigenlijk vond ik bijna alles wel echt heel erg goed trouwens. Mijn favoriet is denk ik toch wel echt het oogschaduwpalet. Het pigment was echt gewoon geweldig en het werkte gewoon ook echt super fijn. Ik vond de blush ook wel echt super mooi, ondanks dat ik het meer een highlighter vind. En de rainbow highlighter was ook wel echt te gek, maar natuurlijk wel wat minder draagbaar voor dagelijks gebruik. Het enige wat ik wat minder vond is echt wel de foundation. Die werkte echt gewoon niet fijn op mijn huid. Het ziet er ook echt niet heel erg mooi uit. Maar misschien ligt het meer aan omdat mijn huid gewoon wat droger is. En dat gewoon niet echt een goede match is. Nou, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En als je vaker dit soort video's misschien zou willen zien. En laat ons vooral ook eventjes weten wat jouw favoriete budget make-up merk is. Misschien is dat ook wel Essence & Catrice. En wat jouw favoriete make-up product is. Dat vinden we ook altijd heel erg leuk om te horen. En vergeet je ook zeker niet te abonneren als je nog niet tot onze Endless Weekend familie hoort. En druk even op die abonneerknop hier ergens beneden. Wil ik jullie een hele fijne dag wensen. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!